Hi, leuk dat je kijkt naar de nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een oogschaduwpalet uittesten van Max & Moore, namelijk het Soar Eyeshadow Palet. Dit is het palet, ik heb deze al een langere tijd in huis, hij is niet zo heel nieuw meer. Maar ik heb over andere oogschaduwpalettes van de Action ook al eens een video gemaakt. En deze wilde ik ook zeker uitproberen in de video. Dus in deze video ga ik dit palet testen. Ik zal ook weer even wat meer informatie geven over de paletten. Mocht je benieuwd zijn naar dit palet en hoe de pigmentatie is en nou, al dat soort dingen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, allereerst even wat meer informatie over het palet. Het palet is van het merk Max & Moore, dat is het huismerk van de Action. En ze hebben inmiddels alweer heel veel nieuwe palettes uitgebracht. Ik zei al, deze is niet meer de nieuwste, maar hij ligt nog steeds in de winkels. Allereerst, het doosje is gemaakt van een heel stevig karton. En er staat een prachtige zonsondergang op. En dat in combinatie met de gouden tekst. En dan staat hier heel klein bij Max & Moore. In witte tekst vind ik het echt weer een plaatje om naar te kijken. Het palet is zoals altijd gesield. Dus als je nou zo'n palet aan wil schaffen, kijk altijd even in de winkel of die heel is. Ik haal de sealing er nu af, want ik had hem al even opengemaakt. Maar ze zijn dus altijd gesield. Ook de binnenkant is gewoon een plaatje om te zien. Er zit een spiegel in. Mocht je nou denken, de spiegel ziet er heel dof uit. Er zit altijd een doorzichtige plastic overheen. Die je gewoon af kan halen. Er zitten echt weer prachtige kleuren in. En ja, op de achterkant staat altijd wat meer informatie over de paletten. Ook vind je daar de kleurenlijst met bijpassende namen. Zodat je altijd even kan kijken of dit paletten wat voor je is. Ik ga eventjes een paar kleuren voor jullie swatchen. Je kunt bij de Action de paletten niet swatchen. Dus hou daar rekening mee als je zo'n paletten koopt. Dat er geen swatch mogelijkheden zijn. Dus het is eigenlijk altijd een beetje een risicootje. Ik heb eventjes vier kleurtjes opgenomen. Je hebt twee shimmer kleuren en twee matte kleuren. Het is een combinatie van shimmer kleuren en matte kleuren. De swatch heb ik gemaakt. Ik ben wel enthousiast, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga gewoon eventjes, we gaan gewoon even kijken wat voor ooglook we met dit palet kunnen maken. Dus ik ga eventjes jullie inzoomen en dan gaan we gewoon eens eventjes kijken. Ik heb even een haarbandje ingedaan en ik ga nu gewoon eens even kijken waar ik mee wil gaan beginnen. Ik ga beginnen met de kleur Fade, dat is deze. De namen van de kleuren staan onder de pens en die ga ik aanbrengen in de arcadeboog als een soort transitiekleur. Ik ga het spiegeltje die in de paletten zit gebruiken, dus als je hem naar beneden ziet kijken, weet je hoe dat komt. Dus ik ben heel benieuwd. Het is gewoon een mooi zacht kleurtje, zeg maar. Max & Moore heeft inmiddels alweer zoveel nieuwe paletten uitgebracht, maar bij de Action is het momenteel heel moeilijk om te vinden. Je bent er dan continu naar op zoek en je ziet ze gewoon niet. Dat is soms jammer. Deze bouw ik gewoon langzaam een beetje op. Ik zie al wel dat hij vrij snel tot zijn recht komt, dus hij heeft niet heel veel nodig, zeg maar. Er zitten 21 kleuren in de paletten. En dat in combinatie met de prijsverhouding is het eigenlijk echt super. Vinden we er zo al wel tof uitzien. Dan ga ik met een puntig kwastje ga ik in de kleur Enchant. En dat is deze. En daar ga ik Enchanted heet die eigenlijk. Daar ga ik mee overheen, zeg maar, om wat diepte te creëren in de arcadeboog. Ik weet niet of dit heel goed doet, maar we gaan het zien. Ik zal het een beetje uitzoeken, hè. Je kunt nooit van tevoren zeggen van het wordt wat of het wordt niks. Ik heb mijn ogen van tevoren al eventjes gepruimd. Zodat de kleuren wat intenser kunnen zijn. Zijn jullie eigenlijk fan van de oogschaduwpaletten van de Action of hebben jullie er niet zo heel veel mee? Dat kan natuurlijk ook. Het is altijd zo'n persoonlijk iets, vind ik. Dan vind ik hem eigenlijk al wel weer heel erg mooi. Ik ga het eventjes blenden met elkaar. Dat vind ik altijd heel belangrijk, zodat je ook de harde lijnen een beetje weghaalt, zeg maar.
vind het paletten, dit soort paletten zijn ook gewoon super leuk voor mensen die net met make-up beginnen en er niet zo heel veel geld aan kwijt willen zijn, want ze zijn gewoon echt super goedkoop. Dan ga ik in de kleur Desire. Dat is deze rode kleur. Die ga ik aan de buitenkant van de ooghoeken aanbrengen. En ik stippel dat altijd een beetje erop, zodat het ja, eigenlijk er mooi uitziet. Maar als je gaat vegen ben ik altijd een beetje bang dat ik heel erg veel van de buitenkant raak. En ook zeg maar de bovenkant van de kleur weer weghaal. Blenden is natuurlijk altijd wel het halve werk, maar het is toch een beetje jammer als dat gebeurt. Doe je iets meer, want het mag wel iets donkerder voor mij. Maar dat is net wat je zelf mooi vindt. Moet ik zeggen, het pigment valt mij niet tegen. Maar ik ben eigenlijk ook de andere paletten ook altijd al wel heel enthousiast geweest. Dus ja, ik vind hem altijd al wel weer heel erg mooi worden. Dan vind ik hem mooi. Dan ga ik hem natuurlijk blenden en dat doe ik altijd heel voorzichtig. Zodat ik wel dus de echte lijnen een beetje weg heb. Dat hij iets mooi meer blendt met de bovenkant. Maar dat ik hem niet helemaal wegblend, zeg maar. Ja, dat kan soms ook gebeuren. Dat wil je niet. Ja, prachtig. Ja, ik vind de overloop zo heel erg mooi. Dan ga ik op de regende ooglid ga ik de kleur Golden aanbrengen. En dat is dit kleurtje. Daar ben ik ook erg benieuwd naar. Ik ben benieuwd of die een beetje opneemt op het kwastje. Want dat is altijd een beetje de vraag, want het is een shimmer kleurtje. Ja, hij doet het wel, maar hij heeft iets meer nodig. Je kunt het ook altijd even met je vinger doen. Maar ik werk gewoon liever met kwastjes. Maar met een beetje opbouw komt hij mooi tot zijn recht. Leuk. Andere kant natuurlijk. Dan vind ik het al een hele leuke ooglook. Nu ga ik met de kleur Dream, dat is deze lichte kleur, ga ik over het wenkbrauwbot heen en deze breng ik ook aan de binnenkant van de ooghoeken aan. Ik doe dit altijd met een heel klein kwastje. Ik ben ook wel benieuwd of jullie dit palet al hebben. Ik kan me voorstellen dat je hem misschien al lang hebt dus je het hebt omdat je hem ook misschien al lang al hebt gebruikt. Want hij is dus al wel een tijdje te koop. Ah, leuk. Ik vind het altijd net wat mooier als het op ligt. Mag voor mij altijd echt wel een beetje sparkelen, zeg maar.
Ja, ik vind hem heel leuk. Dan is dit de ooglook. Ik vind hem zelf heel leuk. Ik ga hem eventjes afmaken met eyeliner op het lote mascara. En dan kom ik bij jullie terug om te kijken hoe het geheel er dan uitziet. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan ziet de ooglook er zo uit als hij is afgemaakt met een eyelinertje, mascara en een ooglookje. Ik vind het zelf een hele leuke ooglook geworden. Maar ik zeg er ook altijd bij, het is echt heel persoonlijk waar je van houdt qua kleuren. Maar ik vind hem heel erg mooi geworden. Nou, ik kan wel zeggen dat ik weer super tevreden ben over dit oogschaduwpalet van Action. De paletten kost €4,49 en is dus te koop bij de Action. Ik vind het gewoon echt hele leuke kleuren en je hebt best wel veel variatie ook door de combinatie van het mat en de shimmer kleuren. Je kunt best wel veel ooglooks maken, diverse ooglooks. Ik heb nu weer voor een ooglook gekozen waar ik persoonlijk heel erg van hou, maar misschien zou jij een nieuw andere ooglook maken met dit paletten. Ik kan hem in ieder geval zeker aanraden. Ik ben er heel erg blij mee en ik zal er echt heel veel gebruik van gaan maken omdat ik hem echt heel mooi vind. En hij zal ook weer heel mooi staan bij mijn andere paletten van de Action. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien hoe het zorgpaletten van de Action is, of van Max & More. Ik ben dus wel heel erg benieuwd of jij dit paletten hebt aangeschaft. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, nou, ik zou het wel leuk vinden om hem aan te schaffen. Laat het zeker dan eventjes weten in de comments. Hij is dus nog steeds te koop bij de Action. Het ligt er wel een beetje aan bij welk filiaal. Want bij het ene filiaal liggen ze echt nog in overvloed. Bij een ander filiaal kan het weer zijn dat hij er niet ligt. Maar als je er benieuwd naar bent, zou ik het gewoon eventjes in de gaten houden bij de Action. Of dat je hem nog kunt vinden. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button, daarna staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video te mogen zien. Doei!